En kijk, het podium, dat is er wel. Maar er is zo verschrikkelijk veel te doen, dat we keihard aan de slag moeten met z'n allen. Neem de mantelzorg, de kinderopvang, gelijke beloning tussen mannen en vrouwen. De pensioenrechten die je hebt. We hebben gewoon echt heel veel werk te doen. En daar hebben we heel veel vrouwen voor nodig. Vrouwen vormen de helft van de wereldbevolking. Desalniettemin zijn er heel veel plekken waar vrouwen nog steeds niet zijn geweest. Zo heeft dit land nog nooit een vrouwelijke premier gehad, nog nooit een vrouwelijke minister van Financiën of een minister op Buitenlandse Zaken. We zien het ook helaas terug in het bedrijfsleven en in het onderzoek dat vrouwen onvoldoende zijn vertegenwoordigd. Daarom maakt Volt zich hard voor transparantie en ook quota, zodat die achterstand eindelijk ingelopen kan worden en vrouwen zich overal erkend en herkend in kunnen zien en vertegenwoordigd. Alleen al als we kijken naar de Tweede Kamer, dan zien we dat 2/3 van de Tweede Kamer bestaat uit mannen en 1/3 deel uit vrouwen. Dat betekent dat wij nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in de besluitvorming. En daarin zouden we ook nog een slag kunnen maken. Dus dat er meer vrouwelijke kandidaten moeten durven stappen te nemen naar de politiek. Dus moeten we dat podium creëren en daarom is het heel erg belangrijk dat op de lijsten van de politieke partijen voldoende vrouwen staan. Zo staan in de top 10 van de PvdA, ik sta zelf op nummer 10, meer vrouwen dan mannen. En daarmee laat je ook zien dat je diversiteit, dat je emancipatie hoog in het vaandel hebt. En dan kun je ook de zaken agenderen. We hebben onvoldoende de gelegenheid als vrouw om aan te geven waar de problemen zitten en waar onze rechten geschonden worden. Zodat wij pas als we in de Kamer zitten, daadwerkelijk het verschil zullen kunnen maken. Voor het eerst zijn er in Nederland flink wat vrouwelijke lijsttrekkers. En ik kom hartstikke veel getalenteerde vrouwen tegen tijdens de campagne. Dat is echt iets om trots op te zijn. Maar daarmee zijn we er nog lang niet. Want neem iets simpels als het maken van beleid. Veel beleidskamers zijn nog steeds gevuld met mannen. Terwijl beleid vrouwen vaak anders raakt dan mannen. En dat is iets waar de politiek veel meer rekening mee zou kunnen houden. Ik hoorde laatst een vrouwelijke directeur van een NGO zeggen: als je het goed regelt voor vrouwen, regel je het goed voor iedereen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Bij de komende verkiezingen zijn 4 van de 10 verkiesbare kandidaten vrouw. En dat is al beter dan de huidige verhouding in de Tweede Kamer. Een goede vertegenwoordiging van vrouwen en andere ondervertegenwoordigde groepen is belangrijk om straks beter afgewogen beleid vanuit Den Haag te krijgen. En helaas is door de scheve verhoudingen op dit moment in de verkiezingscampagne het mannelijke geluid weer net ietsje luider. I'm not frightened or scared of things. My words, they travel through melodies. I'm always trying not to lose you.